Goedemorgen. U kijkt naar het weerbericht van weerplaza.nl. In het zuidoosten van het land ligt nog een storing dat zorgt voor smeltende sneeuw of sneeuw nog in Limburg. De komende uren zal de storing daar ook gaan wegtrekken en dan hebben we de rest van de dag van tijd tot tijd zon en op de veel plaatsen is het droog, maar in, vooral in de kustgebieden zou een enkele bui vanaf zee kunnen binnendrijven. Vanmiddag wordt het zo'n 3 graden in het zuidoosten tot 6 of lokaal 7 graden in het noordwesten en dat bij een matige aan zeevrij krachtige noordwestenwind. Vanavond zijn er flinke opklaringen, er kan nog een enkel buitje vallen, misschien met een beetje smeltende sneeuw. In het binnenland zakt de temperatuur tot dicht bij het vriespunt. De wind neemt in het binnenland ook wat af. Morgen hebben we in eerste instantie een beetje zon, maar er vallen ook verspreid buien bij een graad of 6. In de middag raakt het overwegend bewolkt en gaat het vaker regenen en dat bij een vrij stevige westelijke wind. De dagen daarna blijft het wisselvallig. Woensdag ook veel bewolking, regen en zeker in het noorden een stevige wind bij overdag een graad of 6. Donderdag en vrijdag is het een groot deel van de tijd wel droog. Later op de vrijdag neemt de kans op windse neerslag weer toe en gaat ook de middagtemperatuur behoorlijk omlaag. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.nl